onderzoekstation, de Northlight Company. Hier doen wij onderzoek naar de natuur en dan bodemonderzoek. En daarvoor gebruiken we deze enorme boorinstallatie. En in het gebied waar wij het onderzoek doen, daar leven van dieren. Maar een van die dieren die hebben jullie al gezien, hè? Weet je wat voor dier zo dit is? Wie durft er wat te roepen? Dit is inderdaad een zeeleeuw. We horen ook heel vaak zeehonden voorbij komen. Maar dat is helemaal niet zo gek, want zeehonden en zeeleeuwen die lijken ontzettend veel op elkaar. Maar toch zijn er een aantal verschillen tussen deze twee diersoorten. En ik zal jullie erop aanleggen, zodat jullie het vervolg altijd weten of je nou te maken hebt met een zeehond of met zo'n zeeleeuw. Nou, en een van die verschillen die is heel duidelijk zichtbaar, hè? Want kijk maar eens goed wat een grote voor- en achterpinnen deze dieren hebben. Door die vinnen onder hun lichaam te plaatsen, komt hun buik wat vrij van de grond. En zo kunnen ze heel gemakkelijk lopen, een sprongetje doen, maar ook klimmen en klauteren over de rots is voor deze dieren geen enkel probleem. Nou, zeehonden, die zul je dat nooit zien doen, want die hebben veel kortere vinnen en zitten hoger aan het lichaam. En die hobbelen op buik en borst als zij het land over willen. Nou, dan nog een klein verschilletje, en dat zit hem aan de zijkant van de kop. Kijk maar eens goed. Zeeleeuwen hebben daar hele mooie uitwendige oorschelpjes zitten. Nou, iets wat zeehonden niet hebben. Die hebben natuurlijk wel oortjes, maar dan in de vorm van alleen maar kleine gaatjes. Nou, ik hoorde net iemand al zeggen hier zo, dit zijn robben. Nou, dat was je bijna goed, want door die oortjes die ze hebben aan de zijkant worden zeeleeuwen wel oorrobben genoemd en de zeehond gewoon een rob. Nou, zowel zeehond als zeeleeuw, die zijn in het water heel snel en heel behendig. Als ze willen, kunnen ze daar wel snelheden bereiken van zo'n 35 km per uur. Die snelheid maken ze aan met hun voorvinnen en met de achtervinnen daarmee sturen ze. Nou, dat maakt ze hartstikke snel en wendbaar, ook in het water. En dat moet ook wel als ze bijvoorbeeld op jacht gaan. Want wat eten die zeeleeuwen? Ja, vis, hartstikke goed. Nou, die vissen zijn ook snel, dus hun moet dat ook zijn, anders krijgen ze nooit zo'n lekker visje te pakken. Nou hebben ze gelukkig goede ogen waarmee ze goed kunnen zien onder en boven water. Maar soms is dat water gewoon te donker en te troebel. Nou, daar hebben zij dan een heel gemakkelijk hulpmiddeltje voor om toch die vis te kunnen vinden. En hey, weten jullie misschien ook wat zij dan gebruiken om die vis op te sporen in het water? Echolocatie? Iemand nog wat anders? Die snorhaar inderdaad. Die snorhaar aan de zijkant van de neus, maar ook boven de ogen. Heel gevoelig, ongeveer even gevoelig als onze vingertoppen. En daarmee sporen ze dan de vis op in het water. Nou, echolocatie is iets wat dolfijnen bijvoorbeeld gebruiken om een vis op te sporen. Nou, ik denk dat ik ondertussen al een heleboel heb verteld. En dat het hoogste tijd is geworden voor ons om aan het werk te gaan. Om te beginnen met dat bodemonderzoek. Collega, ben jij daar klaar voor ook? Ja? Nou, ik ben er ook klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Ja hoor, ik hoor al een heleboel enthousiasteling, maar volgens mij kan het nog iets harder. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja! Hartstikke goed. Nou, start je boor maar snel. Succes! Yeah.
allemaal nog goed vast. Dus dat is in ieder geval heel fijn. En dit... Oh, er ook nog een heel klein beetje na. Oh, deze is nog wel een beetje los. Even kijken. Zo. Nou, ik denk eigenlijk dat het allemaal wel weer goed genoeg is om die bodem eens te gaan omzetten. Want ja, wij moeten uiteindelijk toch verder met dat bodemonderzoek. Hey, kom eens. Als we dat nou eens als volgt gaan doen, ja? Wij gaan aftellen met z'n allen van 3 naar 0. En druk jij dan op 0 die knop in? Ja? Heel goed. Komt ie met z'n allen, oké? Okay? 3, 2, 1, 0. Oh, en dit was gelukt, hij doet het weer. Oh, gelukkig. Woe. Nou, kunnen wij in mijn tellen met z'n allen doen? Oh-oh. Kijk, hij is die buis gekomen, hè? Dan moet ik toch maar eens even kijken, want hij klinkt wel anders dan dat hij zou moeten. Oh, ik hou dat. Dit is goed nieuws. We hebben een hond. Een gigantisch bot. Jeetje, Mina zegt, wat een joekel. Ja. Nou, ik heb geen idee waarvan die zou kunnen zijn. Ik denk dat we dat ook straks maar eens verder moeten gaan onderzoeken. Maar eerst heb ik dit wel reden voor het feestje. En als jullie zin hebben...